Hallo, hier is Kingo, terug bij Cluster Truck. Oké jongens, het is episode 3, ik heb er weer zin in, echt superveel. Kan niet wachten, ik vind het echt zo'n cool spel. De eerste episode is nu online gegaan, dus en jullie vonden het best een vet spel, dus daar ben ik echt blij mee dat jullie het ook een cool spel vinden. Dus dan gaan we natuurlijk door. En ik kan haast niet wachten om het spel uit te kunnen spelen. Want ik heb gehoord iets dat er op het einde een soort van boss battle is. Ik denk van hoe de fuck komt er een boss battle in dit spel? Maar voor de rest weet ik er helemaal niks over. Maar dat heb ik al gehoord. Van dit spel heeft een eind boss battle. The fuck. Anyway, we gaan beginnen. We waren in World 5 Medieval. Laten we meteen erin gaan. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen in 20 minuten. Dat is altijd wat ik deze episodes doe. Dus let's go. Wereld 1 van. Level 1 van Wereld 5. Oké, en het is dus Medieval. En er zijn gigantische hamers. Oh god. Wauw, dat begint meteen goed, jongens. Dat begint meteen goed. Oké, nou. Oké, pas op. Jezus, die hamers mappen dus al de. Nee, kom hier. Shit. Nou, ik zat echt zo van. Hoe de fuck leef ik hier nog? En ik dacht van. Er zit geen truck meer. Toen reed er een voorbij, want die had ik dus al gemist. Dang it, als ik daarop wist te springen, jongen. Oh, wat een begin. Wat een begin, dat zijn we eens voor vandaag. Nou, in ieder geval. Interessante wereld hier in ieder geval met deze hamers. Maakt het er niet echt bepaald makkelijk. Oké, wat gaat die hamer doen? Ik denk dat ik moet springen. Naar hier, naar deze. Zorg dat ik hier langs kom. Kom op. Spring wel op deze. Later, suckers. Oké. Eerste level done. Duurde best wel wat pogingen. Want ik moet altijd even inkomen, jongens. Altijd eventjes gewend raken. En ik ga even kijken of er al vrienden zijn die al verder zijn gekomen dan ik. Ik denk het wel. In ieder geval mijn broertje volgens mij. Ja, mijn broertje. Wow, die heeft een goede rank hier. In ieder geval. De rank. Sommige dingen maken het me een beetje uit, maar op andere niet echt. Oké, wat hebben we hier? Oh god. Oh. Oh. Jezus. Oké. Het zijn een soort van stampers. Van stampende. Oh god. Dang it. Net te laag. Te laag. Oké, sommige van deze dingen weet ik dus ook nog, maar dit is de laatste wereld waar ik echt wat dingen van af weet. Dus dat is wel mooi, want dat betekent vanaf wereld 6 ben ik echt gewoon in het duister en heb geen idee wat ik kan verwachten. So, I can't wait. Maar goed, oké. Oh, nee, come on, nee, stom ding! Waarom duurt het net? Vlogen vol tegen. Vol tegen, oké. Oh, ze worden alleen een beetje aan de zijkant geduwd. Zal ik nu hier naartoe sproeten? Niet doen. Oké. Got it, nice. Ik heb trouwens ook genoeg starpoints voor een nieuwe upgrade. Maar ik zal even snel kijken. Maar volgens mij zijn de meeste upgrades dan echt slechter dan degene die ik al heb. Echt gewoon de double jump is super goed. En ik weet voor een fact dat de jetpack niet echt goed is. Dus die unlock ik nu nog niet. Dan kan ik kijken wat ik nog meer kan doen. Bijvoorbeeld een grappling ook. Ik wil weten wat een grappling ook doet. Dus laten we dat maar doen. Wat was dit trouwens? Nou ja, zal. We doen eerst de grappling hook. Die hebben we dus. Oh, wacht. We moeten wel even opklikken. There we go. We gaan kijken hoe dit werkt. Of het een beetje helpt. Dus volgens mij doe je dat recht de muisknop te grapple. Oh, wacht. Nee. Wacht. Ja, dat is toch recht de muisknop. Oh, dat is links. Holy crap. Links. Verstand is R. Waarschijnlijk omdat ik recht de muisknop slow. En dan heb ik voor links heb ik dus mijn grappling hook. Oké, ik wil even wat meer. Wacht, wat gebeurt als ik dit doe? Nee, ik kan geen Attack on Titan stijl gaan doen helaas. Dat is jammer. Jezus! Oké, dan schiet je echt mee naar voren. Ik ga dit wel proberen. Ik wil de grappling hook proberen, jongens. Oké, ik moet goed kijken hoe ik het ga doen, deze. Want die hebben dus de hamers en de dingen. Oké, dus go. Oh, zo close. Oké. Wacht, ik kan wel. Wacht even. Oh, dat kan wel! Oh, je kan wel Attack on Titan stijl gaan. Oh, god dang it. Verneukt ik nou mijn dingen? Nee, maar ik verneuk het een soort van. Joh, dat is zo epic. Oh mijn god, de grappling hook is epic, jongen. Oké, ik denk dat ik de voorlopige vrouwen. Totdat als ik op levels kom dat het even te moeilijk is voor de grappling hook. Dan schakel ik over naar double jump. Maar ik vind de grappling hook ziek. Holy shit. Oh god, we hebben hier. Wow. Dang it. Oh my god. Dat was dus. Ja, lanceerplatforms. Oké, kom hier. Yeah! Go! Oh mijn god, dat is zo epic. Kom op. Oké, ik wil de lucht worden gelanceerd. Come on. Nee. Oh. Go, you... Oh mijn god.
Oh, dat is zo epic. Dat is echt zo epic dit. Als alles in de lucht vliegt en dan gewoon van go. Wauw. Oké, ik zat vast aan de onderkant van die truck. Ja, oké. Okay. Kom hier. Oh, good. Oké, okay, waar ga jij heen? Kom hier! Oh my god! Ik had gewoon te grapple op die ene die de lucht in vloog. Dat zou zo epic geweest zijn. Oké. Okay. Denk het was niet ver genoeg. Ah, oh, dat was niet ver genoeg. Ik moet ook de range een beetje weten van deze grappling hook. Nope. Kom hier. Oh, dang it. Ik wil nog steeds een zieke grappling save doen, zeg maar. Bijvoorbeeld, voor mij kan ik ook gewoon dit doen. En dan moet ik het wel goed doen. Gewoon zoiets en dan... Oh ja, en dan kom ik terug. Dat is, dat is een soort zieke airtime als je dat kan doen. Maar oké, okay, even genoeg jongens. We moeten voorbij dit level, hè. Dus laten we het nu even doen. Gewoon in één keer. Gewoon even zonder problemen. Kijk, we gaan gewoon zo. Kijken als we dit nou een keer... niet zo kan doen. Thank you. Dankjewel, jongens. Easy. Niet echt easy. Wat? Oké, okay, level 5 van deze wereld. Nou, jongens. Oké, okay, nu hebben we alle drie de dingen bij elkaar. Nu hebben we dus de launchers, de pushers, de hamers. Ik denk dat ik wel even op dat ding landen. Oké, okay, het wordt steeds meer intenser. Oh god, oké, okay, I'm gone! Oh, ik dacht... Maar wat ik dus zou zeggen, elke keer wordt er iets nieuws geïntroduceerd en dan is het weg in één keer. Oh god. Kan ik dit doen trouwens? What? Go, go, go! Oh mijn god! Die grappling hook is echt geweldig! What the fuck, ik vloog het halve level! Ik vloog het halve level gewoon door. Dat was zo... Oh god. Oh god. Flamethrowers. Oh, maar dat was niet helemaal epic. Oké, okay, hier kan ik het niet echt doen. Hier moet ik een beetje oppassen. Stop. Oké, okay, hier moet je echt oppassen. Oké, okay, wacht voor die vlam. Hup. Oké. Okay. Hup. Hup. Oké. Okay. Oppassen. Stop. Oké. Okay. Got it. Oké, okay, daar moet je gewoon niks van power-ups gebruiken. Anders vlieg je gewoon in de volgende vlammen. Oké, okay, maar dat was nice. Dat was sowieso nice. Oké, okay, man, ik vind die grappling ook echt gewoon niet normaal ziek. Oké, okay, wat hebben we hier? Niks normaal. Zo, what the fuck is dit? Oh god, ik zie het al. Oh nee! Kom hier! Oh, net niet. Oh, ik zag het al. Ik zag al die jump dingen zitten en een muur. Oké, okay, dus dan moet hij hier gewoon springen. Oké, okay, opletten. Lanceer. Ja, en dan... Dang it. Oké, okay, wat ik dus wil doen is... Wacht, ik blijf een beetje achter. En ik laat die trucks vormen, de lucht in springen. En dan grapple ik erop. En dan vlieg ik erachteraan. Go! Dang it, dat was niet ver genoeg. Dat was niet ver genoeg. Maar, oh mijn god, dat is zo cool. Oké, okay, jongens. Oh ja. Kan ik via deze? Ja hoor. Oh, kom hier. Nee. Oh, dang it. Ik wil compleet Attack on Titan nu gaan hier. Oké, okay, ik schiet wel even naar voren, wou ik zeggen, met mijn grappling, maar dat gaat niet echt. Ik moet deze trouwens hebben. Nee, never mind. Oké, okay, hoe de hel kom je er natuurlijk over? Je moet echt ver vliegen. Dus wacht, oh wacht. Ik denk dat ik al een idee heb. Kan ik op de vlaggen? Nee. Oh, dang, ah, oh, ik miste net de truck. Dang het. Oké, okay, maar dat ging ver genoeg. Ik heb geen double jump meer, Kingo. Ik heb nu een grappling hook. Oké, kom maar. Ja hoor, ja, dit moet worden. De airtime, wat? Oh, dat was net niet ver genoeg. De grappling, ik vergeet steeds dat het niet zo'n enorme range heeft. Oké. Okay. Kom maar, oké. Okay. We gaan weer gewoon op de oude tactiek. We gaan weer hier achter blijven en dan gaan we ervoor. Dus kom, schiet de lucht in. Hier komen! Oh god. Dang it, man. Ik ga proberen daarboven te doen. Als ik dat kan. Als ik echt gewoon zo kan Spider-Man'en naar het einde. Oh my god, nu is het Spider-Man. En daarnet was het Attack on Titan, nu is het Spider-Man, jongens. Oké. Okay. Dang it, het was niet ver genoeg. Oké, okay, ik kwam ook niet ver genoeg om te kunnen Spider-Man'en dan. Oké. Okay. Go. Oké, dit moet lukken. Kom op. Kom op. Nee, weer net niet. Het is echt net buiten range. Oké, okay. Ik probeer nog een paar keer met de grappling hook en als dat niet lukt, dan switch ik even naar de double jump voor deze. Oké. Okay. No, zo close. Ah, oh, ik had het eigenlijk moeten doen. Ik dacht dat ik het altijd verbruikt, maar ik miste ofzo.
Jammer. Hop. Come on, nu doe je het. Yes! Yes, yes, oké, we zijn er eindelijk. We zijn er eindelijk, jongens, en nu niet. Nee, 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 dat was geen truck. Oh, dat was geen truck. Oké, maar het lukt dus wel. Je moet echt gewoon goed timen en gewoon mazzel hebben. En je moet bij deze truck vooraan zitten, want dan... Oké, zo moet je het dus doen. Sick, oké. Nee. Oké, we weten hoe we het moeten doen. We moeten naar de op 2 naar voorste truck gaan. Dus, oh, niet de vorige. Deze, en dan, ja, en dan op de voorkant gaan staan. En dan kom je er. Dat was niet goed, denk ik. Nee. Oké, ik ging één truck te ver. Dus nu weten we hoe we het moeten doen. Dus bij deze truck vooraan gaan staan. En dan, boom. Oké, jongens, nu gaan we er wel voor. Oh, nee, dan stoot je je kopper tegen. Fuck. Oh, ik wou voor de Spider-Man-actie gaan. Oké. Yeah. Oké, zo land je erop gewoon zonder grappling. Oké, nu heb ik mijn grappling nog. Dat is nice. Daar kan ik misschien mezelf een beetje meer... Never mind. Ik heb niks gezegd. Oké, voorop gaan staan. Go! There we go. Oké, blijf hier gewoon staan, jongens. Rustig. You little... No, ik vloog erover. Waarom vloog ik erover? Waarom vloog ik erover? God damn it. Oké. Oké. Dat was een explosie van mijn face. Oké, okay, come on. Hup. Gaan we weer. Woe, nu, 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 wat gebeurt daar? Backpedal, backpedal. Hoe de fuck overleef ik dat daar zo lang? Ik zat zoveel moeite te doen. Ik hoorde daar niet meer te leven. Oké. Okay. Oké, anders vertrouwde ik dat echt niet. Oké, nu moeten we dus echt oppassen. Gewoon doorgaan. Gewoon. No. Come on! Yes! Oh, dan grappling hook to victory. Oh yeah, het lukte. Het lukte. Damn, dit was wel een stuk lastiger in één keer. Oké, okay, nice. Oké, okay, nu hebben we. Oh nee, nu hebben we alles tussen elkaar. De flamethrowers, dingen naar boven, hamers. Oh shit. Ah. Ik moet dan ergens naar hoeken en hoop dat ik dan. Net met vuur. En hoop dat ik er dan net voorbij kom, zeg maar. Oké. Okay. Kom hier, jij. What the fuck? Jongens! Jong! Wat? Oh! Oh! Wacht. Oh nee! Dang it. Ik dacht echt dat ik iets fucking poos ging doen, maar dat was. Nee, had ik niet moeten doen. Oh mijn god, deze levels zijn echt al chaos tot en met, jongens. Kom hier! No! Waarom moest je net geraakt worden door die hamer? God dang it. Oké. Okay. Go! Oh, vuur. Weer vuur. Wachten. Go! Oké. Okay. Stoppen. Nee! Go! Grappling hook. Grappling hook is zo geweldig. Dat is echt zo'n mooi ding, die grappling hook. Oh, I love it. Echt zo mooi. Oké, okay, level 9. Op één de laatste level in deze wereld. En wat de... Opschiet, opschiet. Daar komen we. Jo, het zijn gates. Oké, okay, dezelfde als we toen wat we in wereld 2 hadden met die stenen die dicht gingen. Hebben we nu met gates. Ah, fuck. Oké, okay, ik moet dus snel gaan, maar ook niet te snel. Want dan ga ik dus... Vlieg ik weer in vuur of zo? Dat dus. Kijk, wat de hel. Ik moet door die ene poort gaan, maar dan zit ik zeg maar weer recht het vuur in. Dus ik moet een beetje dat. Of moet ik iets later door de. Ah, dang it. Moet ik iets later door de gate gaan? Zo, wachten. Oké. Okay. Dat vuur is echt annoying daar achter die eerste gate. Want je weet, ik moet weten, ik moet daar snel doorheen gaan, want daarna komt er ook eentje. Dat gaat echt niet. Kijk, en daarna is er niks meer. Daarna komt er geen trucks meer. Dus moeten we gewoon nog sneller gaan? Echt gewoon supersonic speed of zo? I don't know. Maar ja, ik moet echt oppassen. Oh god, daar gingen we dingen over. Nee. Dat blijf. Dit is zo moeilijk met al vuur. Oké. Okay. We zijn erdoor. Oké, okay, fire. En dan zijn er 3 keer van die fires en dan komt er nog een gate en daarna heb je finish pas. Oh
gaan. Dat is zo echt in... Wacht, ik ga wat anders proberen. Want ik heb toch niet voor niks een grappling hook. Dus ik kan via boven gaan, hè. Screw this. Oh, dat kan wel, maar ik stoot mijn kop. Oké, dan gaan we dus proberen nu. Stop, go. Ah, ik begin nog net. Oké, dat gaat werken. Dat gaat werken als ik een klein beetje oppas met waar ik precies mijn, mijn grappling hook doe. Dus daar. Nope, dat was ook niet goed. Ik moet het denk ik op dat ronde bovenbalk doen dan. Oké. Oké, careful. Denk het. Ah, oh, ik miste. I shot and I missed. Fired again and I missed. God damn it, game crumbs. I missed. Deze keer dat ik tegen die gate aanvloog. Ja, van de, ik heb op zich nog geen, niet zo heel veel probleem met die gates op het moment. Oké. Oké. Wacht. Nee, ik ben net geraakt. Are you kidding me? Net door de laatste beetje vuur. En dat, daarom miste ik die nu weer. Oh. Fire, stop. Oké, fire, stop. Fire, stop. Nou, door de gate. Laat me door. Nee. Dat was zo close. Waarom komen die trucks er nog door? Wat? Gaan trucks wel gewoon door die gate of... ik heb gewoon iets meer geduld nodig. En ik moet zorgen dat er geen trucks zitten die tegen die dingen aankomen. Die, hoe heet het? Tegen, dat wordt gestopt, zeg maar. Want anders dan zit ik continu tegen die tegen vuur aan. En dat is zo vervelend. Oké. Okay. Kijk, anders gaat het... Kijk, sommige trucks gaan gewoon te snel. Soms gaan ze te snel. En dan kan je er gewoon niks meteen doen. Dus ik moet echt gewoon... Zie je? Ik kan er niet overspringen. Ik moet dan via de zijkant proberen ofzo. Of ik moet gewoon echt gewoon één later gaan of zoiets. Dus deze of zo. Ja, maar kijk, nu haal ik het wel makkelijk. Maar dan haal ik dit weer niet echt. En dan krijg ik dit weer. Die laatste is zo vervelend. Come on. Oké. Okay. Oh mijn god, ik haalde het dit keer over het vuur heen. Maar wat de hel? Ik dacht dat het niet mogelijk was om over vuur te springen. Oké, okay, en nu begin ik een beetje, zeg maar, gewoon onnodige fouten te maken. Oké. Okay. Ga, go. Kijk, daar word ik dan 100% door geraakt. Oh, weer net het laatste beetje vuur van de laatste flamethrower. Maar we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. We zijn er echt heel bijna. Oké. Okay. Come on. Come on. Nope. Niet deze. Deze. Okay. En nu helemaal hier gaan zitten. Oh, come on! Die grappling boot weer een keer niet doen, hoor. Of ik klikte net te laat. Dang it. Over. I don't even give a shit anymore. Doe onderdoor. No, wat? 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 Ik grappelde op jou, truck. Nee. Waarom deed ik dat? Waarom sprong ik daar? Oké, okay, die gaat niet goed. Ik moet op deze blijven, dan kan ik het door. Shut up! Don't do it! Oh yes! Oh yes! Oh yeah! Man, die grappling hook, jongen. Die save me zo hard. Ik vind het echt beter dan de double jump. Om eerlijk te zijn, ik vind het beter dan de double jump. Maar mijn tijd is niet echt heel geweldig. I don't even care. Oké. Okay. Laatste level in deze wereld. Dus dan krijgen we alles 300 keer, waarschijnlijk. Oh god. Oh nee! Kom op! No! Net eronder. Oké. Okay. Ja, we hebben dus weer iets waar je een stuk moet vliegen. De. Go! Ah, de grappling hook is niet lang genoeg. Ik vergeet echt altijd de lengte van dat ding. Oh, dang it. Oh. Oopsie daisy. Oké, dan gaan we. Ik vloog gewoon over. Ik vloog er vol over. Eerst lijkt het echt gewoon alsof je gewoon niet daar komt. En dan is het in één keer van. Nope, komt er, je gaat erover. Als... Dus als ik me hier al spring, dit moet gewoon lukken nu. Ja. Oké. Okay. Oh god, wat hebben we hier? Wacht, die moet aan de... Wat? Oh shit! Nee, nee! Oh! Oké, game. Oké, I see how it is! I see how it is!
man. Oh man. Sommige van deze dingen denk ik ook bij van why? Why is it even happening? Oké. Oké. Go. 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 Fly like an eagle. Oké, stop. Ja, anders zou ik het dus hebben overshot. Again. Alweer. Doe ik het elke keer. Oké, kom op. Stop. Oké, ik denk, je overschiet het zo snel. En... ik stopte weer door die fucking hamers, dingen, die pushers. Pushers, dat zijn hamers. Dat zijn gewoon grote pushers. Stop hier, there we go. Vlieg meteen naar deze. Dus fuck de rest. Laat eerst even snelheid opbouwen, dat ik er langs kan. Okay, en nu kan ik dit doen. Yeah, oké. Okay. Okay, oh god, nee, 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 nee. Go, go, yes, yeah. Oh yeah, old school. We hebben het gedaan, jongens. We zijn door wereld 5 gegaan. Dit was meteen duidelijk een heel stuk moeilijker voor mij. Aangezien het voor mij nu 20 minuten duurde om één wereld te doen. En de vorige wereld duurde per wereld. Of per 20 minuten kon ik twee werelden doorgaan. Dus je ziet dat dat moeilijker begint te worden. Maar goed, jongens. Ik denk dat dit mooi is voor deze episode. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. We zijn dus door heel wereld 5 gegaan. En de volgende wereld is Ancient. Oeh, dat klinkt vet. Oké, jongens. Nou, in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Vergeet ook nog een like achter te laten. En dan zie ik jullie weer terug. In de eerste volgende episode van Cluster Crisis. Bye bye. En tot... done.